We dachten echt van nou, we gaan ponden aankopen en gewoon zakelijk. Maar het is zoveel meer en het gaat vaak helemaal niet over de hoeveelheid panden of hoeveel geld je ermee verdient. Maar wel wat je er voor de rest mee zou willen doen. En dat is wel heel waardevol. In deze serie leggen we de unieke verhalen vast van Great Property Experience jaarprogramma deelnemers. Black Badges. We zien hoe gewone Nederlanders hun vastgoedreis zijn begonnen. En vooral waarom. Want blijkbaar gaat het juist niet om vastgoed, maar om tijd te maken om te leven. Hi, mijn naam is Mark Jochems en ik heb een kitesurfschool genaamd Kitesurfspot. Ik ben Birgit Luik en ik leer andere ondernemers hoe ze hun online marketing op een juiste manier kunnen doen. Ik moet een beetje lachen, maar het is niet dat ik mezelf zo voorstel. Hoi, ik ben Birgit en ik ben vastgoedinvesteerder. Wij zijn onderdeel geworden van Great Property Experience, omdat we vastgoed echt zien als een middel voor meer vrijheid. Meer vrijheid, ja. Sinds we gestart zijn, hebben we nu 3 panden. Binnen een jaar hebben we dat gerealiseerd. Nou, wat gebeurt? Het is feit. Onze eerste pand is nu de overdracht. We hadden niet gedacht dat je zo snel zoveel panden kon kopen. Ja, dat was bij ons echt wel een eye-opener. Zo van, ja, maar ook ongeloof. Zo van dat ongeloof we dachten, en zo van, dat kan toch niet? Kan ja, maar dat zo makkelijk kan het toch niet gaan? Of je superveel geld daarvoor moet hebben, et cetera. Dat geeft dan natuurlijk ook weer het gevoel van vrijheid. Zo van, dit... Zo makkelijk kan het dus daadwerkelijk zijn. We hadden ook zelf huiswerk gegeven, dat we iedere dag een paar uur aan vastgoed gingen werken. Dus we pakten echt alles aan. We gingen op Funda kijken, afspraken met makelaars. Van hé, je gaat op een andere manier natuurlijk door de straten lopen. Je bent op zoek naar onkruid. En op een gegeven moment hebben we 3000 flyers laten drukken. En die flyers hebben we gewoon bij de mensen in bepaalde wijken waarvan wij graag in wilden investeren. Ja. Zijn we op zondag gaan flyeren. Iedere zondag briefjes in de brievenbus. En op een gegeven moment was het ook zo. Jij was dan iets wat mee klaar. Maar ik denk van ja, we moeten door blijven gaan. Als je niet stopt, maar juist doorgaat, dan op een gegeven moment komt daar iets uit. Nummer 1 van 3 tot nu toe. En dat smaakt naar meer, maar wij gaan even van genieten. En het gaat natuurlijk wel om enorme bedragen, dus je bent daar toch wel een beetje zenuwachtig en voorzichtig mee. En we hebben al een paar keer eerder ook op het punt gestaan om een pand aan te kopen en toen trokken we ons terug. Omdat we dachten, ja nee, misschien is het toch wel niet goed. En met onze coach Kieran, die heeft daar ons toen echt wel in begeleid. En dat is dan heel fijn om daarop terug te kunnen vallen. En die zei letterlijk tegen ons, ja maar deze deal, zelfs al zou ik er nog 10.000 euro bovenop moeten geven, dan is het nog steeds een goede deal. En toen hadden wij echt zoiets van, oké. Nou ja, als dat zo is, ja, dan kwam dat realisatiemoment. En toen hadden we er ineens wel 3. Naast mijn kitesurfschool verhuur ik mezelf aan een aannemer. En ik merk gewoon dat ik in die wereld, met best wel stressvolle projecten, dat ik daar weinig energie van krijg. Jij bent met je online business gewoon super flexibel. Ik niet. Ik heb nu nog echt dingen die ik in mijn dagelijks leven doe waar ik heen moet. Ja. Omdat dat bedrijf gewoon zo is en zo werkt. En als dan juist passieve inkomen mij de keuze kan geven om dat niet meer te moeten doen, dan kan ik zelf een keuze maken en dat is wel heel fijn. Als we op het strand zijn, dan is het goed. Dan is het gewoon heerlijk. Er is heerlijk. Ook gewoon ruimte. En het geluid van de golven, het geluid van de zee, het zand aan je voeten, het gewoon lekker met onze hond de hond uitlaten. Ja. Maar ook het kitesurfen. Ja, het is echt fijn. We gingen reizen naar Nieuw-Zeeland, Australië. We hebben een half jaar in Egypte gewoond. Ja, dat is eigenlijk ook de levensstijl die wij voor ogen hebben om meer relaxedheid erin te brengen. Want ja, het leven kan niet gemaakt zijn om alleen maar keihard te werken voor je geld en dan vanaf je 60ste of je 70ste zeg maar relaxed te gaan worden. Nu we dit spelletje snappen en nu we de panden op de juiste plek gaan zetten, dan worden we zo meteen echt financieel vrij en kunnen we andere keuzes ook gaan maken. Het ligt niet meer in de toekomst, maar we zijn het nu echt aan het doen en dat creëert wel echt, ja, dat is gaaf, dat is cool. Ja,
We zijn klaar om te vlammen. Wij zijn klaar om inderdaad om te gaan, ja. Ja.